Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar toen ik 2 jaar geleden aantrad als jullie partijleider, toen schoten de peilingen omhoog. En nu ga ik weg en ja hoor. Genoeg is het nog niet, maar dat mag Diederik doen. Ik denk dat ik een verstandig besluit heb genomen. En ik weet dat heel veel van jullie daar aan de ene kant ongelooflijk de smoor over in hebben. Dat heb ik ook. En dat jullie tegelijkertijd ook vinden dat het niet anders kon. Zo is het. En dat betekent ook dat ik daar ook zonder al te veel chagrijn afscheid neem. Natuurlijk. Ik had heel graag gewild dat het anders was gegaan. Maar het is gegaan zoals het gegaan is. En als we nu kijken wat er in de afgelopen weken is gebeurd, met die enorme enthousiasme in de partij, die de strijd om mijn opvolging teweeg heeft gebracht, dan denk ik alleen maar dat de partij er nu weer voor staat op een manier die het mogelijk maakt om straks echt nog weer flink door te gaan. En dat is ook hard nodig. Kortom, ik denk dat het een verstandig besluit is. Natuurlijk met het nodige chagrijn, maar zo is het. Ik wil iedereen geweldig bedanken voor alles wat de afgelopen paar jaar er gedaan is om mij, om de partij te steunen. Al die partijgenoten in al die afdelingen die razend hard werken. En elke keer als ik daar op bezoek kwam, of als andere Kamerleden daar op bezoek komen, elke keer weer dat jullie ontzettend veel georganiseerd hebben, heel veel gedaan hebben. En dat gaf mij ook elke keer weer een enorm lekker gevoel en dat je ook werkelijk het gevoel had van dat is een partij. En iedereen die kan ervan zeggen wat hij van wil, maar dat is een partij die in die afdelingen, in alles wat daar gebeurt, op lokaal niveau, op provinciaal niveau, daar gebeurt ontzettend veel. En als de partij op dit ogenblik ook veel te betekenen heeft, dan is dat op dat lokale niveau. En ik heb gezien wat daar de raadsleden, wat de wethouders, wat de gedeputeerden, wat al die statenleden, wat die allemaal doen. Het gebuffel en het gesjouw, juist ook in deze moeilijke tijd. Daar gebeurt ontzettend veel wat voor mensen waarvoor we het allemaal voor doen van het grootst mogelijke belang is. En daar wil ik iedereen geweldig voor bedanken voor alles wat daar in de afgelopen 2 jaar gebeurd is. En daar wil ik in ieder geval voor jullie zelf een applaus voor. En ik weet ook zeker, en dat is de afgelopen weken ook gebleken, dat Diederik daar ook in de komende tijd ontzettend veel plezier aan zal beleven. De kracht van onze partij zit hem ook in het feit dat zoveel mensen bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Ik wil ook een speciaal woord van dank uitspreken aan al die leden van de fractie waar ik de afgelopen tijd mee samen heb gewerkt en die me daarin gesteund hebben. Dat is er niet altijd makkelijk geweest, dat weet ook iedereen dat dat zo gegaan is. Maar de manier waarop dat heel lang ook gegaan is, daar heb ik ontzettend veel aan gehad. En ook hen wil ik daarvoor bedanken. Een speciaal woord van dank gaat wat mij betreft ook uit naar Hans Spekman. Die niet alleen in de eerste 6 weken, zei hij net, van zijn voorzitterschap al zo verschrikkelijk veel gedaan heeft, maar met wie ik ook daarvoor al zoveel dingen heb gedaan, die voor mij ook in die hele periode geweldig belangrijk is geweest. Hans, ik wil je daar echt enorm voor bedanken. En ik zie er ook naar uit dat we daar ook vrolijk mee doorgaan. Ik een beetje op de achtergrond, maar altijd bereid om daar het nodige in te doen. En tenslotte, ik heb in mijn luie stoel genoten van de afgelopen weken en de campagne die hier gevoerd is. En ook ik wil toch nog Ronald en Nebehat en Martijn en Lutz en Diederik geweldig bedanken voor de manier waarop ze dat gedaan hebben. En ze hebben laten zien hoe je op een hele mooie manier zo'n campagne kan voeren. Dat was echt geweldig zoals jullie dat gedaan hebben. En Diederik, je had mijn afscheid niet mooier kunnen maken dan door de woorden die je gisteren hebt gesproken. Waarbij je duidelijk hebt gemaakt dat het niet om de SP of zoiets gaat, maar dat het om Rutte gaat. En om een regering waarvan je hebt gezegd dat die een onverstandig
en soms ronduit onfatsoenlijk beleid voeren. Daar heb je groot gelijk in. En ik wens je, Diederik, ontzettend veel succes. En ik heb er het volste vertrouwen in dat je straks die Rutte met dat onverstandige en soms ronduit onfatsoenlijke beleid, dat je die het vuur na aan de schenen legt. Niet al te lang, want dan moet die wegwezen.